Jongens, wat is mijn leven een straf vandaag, want ik sta hier op de mooiste dag van 2011 in de zon, op het strand en een lekker zeewindje door mijn haren. En ik moet ook nog Mortal Kombat gaan spelen. Terwijl we hier Mortal Kombat om ons heen kunnen uitchecken, wordt er achter mij in de boksring uitgemaakt wie de beste Mortal Kombat speler is van Nederland. Dit is alweer de 9e game van Mortal Kombat en ze gaan weer een beetje terug naar de roots. In plaats van het 3D dat we kennen van Dead or Alive, gaan ze net als Street Fighter weer terug naar de 2D. En daar ben ik best wel blij om. Hij speelt gewoon net zo lekker als al die games van vroeger. Net als Mortal Kombat 1, 2. Zeg maar de games waar we kennis maken met Mortal Kombat. En alle oude personages zitten er natuurlijk in. Zoals Sub-Zero, Melina, Johnny Cage. Echt gewoon het oude gevoel van Mortal Kombat is weer terug. En als je Mortal Kombat zegt, dan zeg je natuurlijk ook fatalities. En die zitten er zeker te weten in. Ik kan ze nog niet, zeg maar, uithalen. Maar ik heb er vanmiddag genoeg gezien en het zag er moddervet uit. Tijdens het spelen ook, als je een toffe actie doet, net als in Street Fighter, bouwt er zo'n balkje op. Dan zie je ook een close-up van hoe iemand zijn schedel gebroken wordt. Hoe een lever doorboord wordt, hoe een ribbenkast gebroken wordt. Dit is echt wel het gevoel dat Mortal Kombat is. En daar hebben we heel erg lang op moeten wachten. Op dit feestje zijn niet alleen mooie vrouwen en wordt niet alleen gegamed. Maar er zijn ook echte vechters, zoals Sam Schild, welkom, hoi. Goeiedag. Ik wil jou wel even een lekker potje rammel geven. Oké, dat gaan we zien. Je speelt vals, Sam. Ja, sorry, ik moest winnen natuurlijk. Ik bedoel, we hebben van poppetje gewisseld, je zet me in een hoekje en ik word helemaal kapot gemaakt. Ja, maar dat vind ik altijd het mooie van deze spelletjes. Ik weet niet wat ik doe. Dan gewoon zo snel mogelijk op de knopjes blijven drukken en dan komt het wel goed. Maar doe je het echt ook zo? Zit je dan iemand in een hoek en dan is het klaar? Nou, op het moment als ik iemand in een hoek kan zetten en ik ken hem een paar geven, dan zou ik hem niet laten. Nou, ik heb in ieder geval ervaren hoe dat voelt. Ja. Misschien niet echt. Ja, ook om te winnen heb je een keer. Ja, ervan, ja, ja. Dat voelde wel kick. Damn it, dat voelde wel goed om een keer van jou te winnen. Ja, oké. Okay. Wat heb ik toch een ongelofelijk kutleven. Zon in mijn harsjes, heel veel lekkere wijven om me heen, zand tussen mijn tenen, koud water en ook nog Mortal Kombat spelen en van Sam Schild verliezen. Oh,